Gisteren verkiezingen in Frankrijk. Natuurlijk mooi. Dit is een tweetrapsraket. Een paar weken geleden aangeroepen door meneer Macron. Die ontbond het parlement. Is nog steeds president van Frankrijk. Blijft dat ook na deze verkiezingen? Want het zijn parlementsverkiezingen. Maar hij dacht natuurlijk, weet je, die rechtse partij die heeft zo gewonnen. Die Rassemblement National tijdens de Europese verkiezingen van Marine Le Pen. Daar moeten we even wat aan doen. Dat is niet helemaal goed gegaan. Dat heeft hij wel in zijn gezicht teruggekregen nu. Want wat blijkt uit de eerste prognoses in ronde 1 van de parlementsverkiezing in Frankrijk, heeft die partij van Le Pen gewonnen. Mes chers compatriotes, la démocratie a parlé. Et les Français ont placé le Rassemblement National et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé le bloc macroniste. Les Français ont ainsi, dans un vote sans ambiguïté, témoigné de leur volonté de tourner la page après 7 ans de pouvoir méprisant et corrosif. Al dus mevrouw Marine Le Pen, die heeft gezegd, de democratie heeft gesproken. We zijn op dit moment in de lead, we zijn à tête. En het blok Macronist is verslagen. De president met zijn alliantie is derde geworden. En ze zegt ook, de Fransen willen nu dat er een pagina wordt omgeslagen na 7 jaar verachtelijke macht van Macron. Ja, en dan gaan we nog even naar de huidige premier. Ja, Gabriel Attal, want ja, die maakt zich duidelijke zorgen om de uitslag. Notre objectif est clair. Empêcher le Rassemblement National d'avoir une majorité absolue au second tour, de dominer l'Assemblée nationale et donc de gouverner le pays avec le projet funeste qui est le sien. Je le dis avec la force que l'instant appelle à chacun de nos électeurs. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement National. Ja, hij zegt, ons doel is duidelijk. RN buiten de macht houden. Hè. Ze dreigen de absolute meerderheid in het parlement te krijgen en daarmee het land te besturen. En ook zegt hij, geen van de stemmen mag naar RN gaan. Dat heeft allemaal te maken met het vervolg van deze verkiezingen. Ja. In Parijs gingen mensen gisteravond de straat op om te demonstreren tegen de uitslag. Ja, met vuurwerk en vlaggetjes. En alles erop en eraan. Ja, we gaan die uitkomst van de verkiezingen gisteren bespreken. Even voor de cijfers. Die partij van Le Pen, met als premierskandidaat meneer Jordan Bardella, die is 29 geloof ik, jonge vent, die haalde 33% van de stemmen. 28% van de stemmen gaan naar de linkse alliantie. Nou, daar kennen we een man met name van die we nog wel eens in het nieuws tegenkomen, meneer Jean-Luc Mélenchon. Die is dus nogal uitgesproken en ultralinks. Dus ultra-rechts en ultra-links in de lead. En daarachteraan hobbelt dan met 21% van de stemmen de alliantie van Macron, waar Macrons partij onder meer deel van uitmaakt. We gaan verder praten over die uitslagen en over wat er komen gaat volgende week zondag op 7 juli wellicht. En daarna voor Frankrijk met Stefan de Vries, onze Europa-correspondent. Stefan, goedemorgen. Bonjour Bas. Ja, allereerst even, we hoorden net die protesten van gisteravond van Fransen tegen deze uitslag. Is dat nog uit de hand gelopen of was dat keurig netjes protest? Nee. Er zijn geen incidenten geweest. En het is wel opmerkelijk natuurlijk dat de stembus heeft gesproken. En dat gebeurt dan wel vaker in Frankrijk. Dat mensen dan de straat op gaan omdat ze niet tevreden zijn met de uitkomst van de resultaten. Het was al na de Europese verkiezingen. Toen ook het Rassemblement National heel goed scoorde. De meeste stemmen haalde. Maar ja, het blijft bij protesten volgens nog. En natuurlijk ook oproepen uit heel veel hoeken om ervoor te zorgen dat Rassemblement National niet de macht kan grijpen volgende week zondag. Ja. Ja, precies. Maar dat is dus de reactie uit het linkerkamp. Maar hoe werd er verder gereageerd? Want als je 33% van de stemmen als winst pakt, is een derde van de Fransen die naar de stembus is gegaan, die blijken dus gewoon voor Le Pen te zijn. Ja, zeker. 10 miljoen mensen hebben op extreem rechts of uiterst rechts gestemd. Ja. En ook nog wat meer mensen op wat kleinere rechts- en extreem rechtse partijen. Dus ja, een hele duidelijke overwinning, een hele duidelijke koerswijziging ook in het land. Zeker als je weet dat die 33% niet betekent dat ze 33% van de kamerzetels halen, maar waarschijnlijk veel meer. Dat komt door dat wat ingewikkelde districtenstelsel. De Franse Assemblée telt 577 leden. Nou, als je de absolute meerderheid daarvan wil hebben, dan moet je dus 286 afgevaardigden hebben. In de schattingen, in de projecties nu qua zetels, zit Rassemblement National op ongeveer 250 tot 290 zetels. Dat is een hele brede marge, maar dat komt dus door het districtenstelsel. En ja, als dat
dus betekent dat Front, het Rassemblement National de meerderheid krijgt, dan zal Emmanuel Macron moeten gaan regeren met een premier van extreem rechts. Je noemde net de naam Jordan Bardella. Ja. Die is Europarlementariër, die was helemaal geen kandidaat in de verkiezingen. Dus dat is ook een beetje vreemd eigenlijk. Maar hij is naar voren geschoven door Marine Le Pen om inderdaad de premier te worden. Waarschijnlijk volgende week maandag al. De Fransen die doen het wat sneller dan Nederland. 360 keer sneller heb ik even uitgerekend om een nieuwe regering te vormen. Eén dag waarschijnlijk, maar echt een aardverschuiving in de Franse politiek. Dat zou, ja, en ook een historisch hoge opkomst. Je zei 286, 289, hè, moet je de stemmen halen. Ja, 289, sorry. Precies. Ja. Maar wel belangrijk, de grote vraag is natuurlijk, gaat ze dat lukken? Je zegt, die prognoses die liggen tussen de 250 en 290 zetels. Nou, dan zouden ze er zijn. Maar het is dan maar een nipte overwinning. Hè? Als ze het niet halen, als ze net die 289 niet halen met het Rassemblement National, wat dan? Nou, er is een grote kans dat een deel. Er zit nog reserve voor Marine Le Pen op rechts. Ja. Die kunnen 30 tot 50 zetels halen. Nou, een deel daarvan zou zich kunnen aansluiten bij Marine Le Pen. Dan heeft ze echt een royale meerderheid. Mm-hmm. Ja, als ze die niet haalt, dan gaat links waarschijnlijk ook heel groot worden. 200 zetels waarschijnlijk. En dan krijg je een parlement dat geen kant op kan. Nee. Want dan houden ze elkaar allemaal in evenwicht. Ja. En in Frankrijk bestaat geen traditie van compromissen. Nee. Dus er komt ook geen coalitie waarin de kleuren gaan samenwerken. En dat betekent dus eigenlijk een lam parlement. En ook een lamme president. Want die kan eigenlijk niks meer doen. Behalve op het gebied van defensie en internationale zaken. Maar in eigen land is hij volledig machteloos. Precies. Ja, uitgespeeld. Ja. Ja. Maar hij moet nog 3 jaar zitten. Dus dat betekent 3 jaar verlamming in de Franse politiek. Ja, met grote gevolgen natuurlijk ook voor Europa. Zeker. Zijn er al reacties trouwens uit de rest van Europa? Ja, de enige reactie die ik tot nu toe heb gezien, maar de rest zal ongetwijfeld binnenkomen, is direct na de uitslagen een tweet in het Frans nota bene van Geert Wilders. Geert Wilders. Geert Wilders. Die zijn natuurlijk collega en partijgenoot ook feliciteert, want Marine Le Pen en Geert Wilders zitten samen in de Europese fractie Identiteit en Democratie. Ja. En ja, het is natuurlijk een bijzonder moment. In 1 week, ik zei het net al, waarschijnlijk is de nieuwe Franse regering volgende week treedt aan. In 1 week hebben dus de twee van de belangrijkste landen in de Europese Unie, twee oprichters van een liberale regering naar een nationalistisch-populistische regering. Dat is natuurlijk opmerkelijk dat het een beetje gelijk opgaat tussen Nederland en Frankrijk. Wilders zal er ongetwijfeld heel tevreden mee zijn. Maar het betekent wel een totale aardverschuiving in de Europese politiek. Zeker. Met alle gevolgen van dien. Dankjewel, Stefan de Vries, onze Europa-correspondent. En als je niet genoeg kunt krijgen van de verkiezingen en van Stefan, dan moet je luisteren naar de dagelijkse podcast Café de Paris met alle ins en outs van de Franse verkiezingen. Elke dag tot en met 8 juli, volgende week, de dag na de verkiezingen dus. De nieuwe aflevering van Café de Paris staat nu online.